ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik toch eigenlijk geen action painter ben. Niet iemand die vanuit dynamiek, vanuit de explosie iets maakt en daarna er vanaf blijft tot er weer een nieuwe explosie komt. Zo zit ik kennelijk toch niet helemaal in elkaar. Maar dat zijn wel elementen in mijn persoon en dus ook in mijn werk, wat je dan kennelijk terugziet. Ik heb niet vooraf schetsjes gemaakt waarvan ik vrijwel zeker ben dat de compositie daar wel aardig uitkomt. Ik behoud mezelf het recht, maar ook het risico voor om daar zelfs in na 3 dagen daarop te hebben zitten zwoegen om dan vervolgens om te draaien en het geheel over te schilderen. Dat komt zeer regelmatig voor.